Veel geweld met Mercedes SLS Black Series. Mogelijk geen 0, maar 7% bijtelling voor elektrische auto's en Autoweek in Trollhättan. Nieuws over de Saab 93. Welkom bij het Autoweekjournaal van donderdag 10 november. Als AMG losgaat op een auto, dan weet je dat het heel heftig wordt. Stel je eens voor, een SLS AMG die verder opgevoerd wordt, carrosserieaanpassingen krijgt en de naam Black Series mag dragen. Die auto komt eraan. Op deze videobeelden brilt de SLS AMG Black Series voorbij. Zwaar gecamoufleerd en dat maakt hem nog monsterachtiger. Als de gewone SLS AMG al 571 pk levert, dan moet de Black Series daar wel overheen gaan. Reken op minimaal 600 pk. Natuurlijk blijft het blok atmosferisch. Want dat vinden ze bij AMG het allerleukste. Een ongeblazen blok tot het uiterste opfokken. Om het gewicht te drukken zullen diverse carrosseriedelen van koolstofvezels zijn. Wanneer de SLS AMG Black Series serie rijp is, zijn we zeker een jaar verder en reken misschien maar op 2013. Maar het is een leuk vooruitzicht. Deze week kwam het bericht dat de Tweede Kamer het bijtellingstarief voor elektrische auto's wil bijstellen van 0 naar 7%. En dat geldt dan ook voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot onder de 50 gram per kilometer. Naast mij staat Olaf de Bruin, adjunct directeur van de rijvereniging. Olaf, ik begrijp dat dit voor jullie ook als een verrassing is gekomen. Ja, het is zeker als een verrassing gekomen. Het kabinetsbeleid is er tot op heden echt op gericht geweest om elektrische mobiliteit in Nederland te bevorderen. En bevorderen is heel erg belangrijk, want daarmee fiscaal ook stimuleren. En daar is die 0% erg belangrijk voor eigenlijk alle auto's beneden de 50 gram uitstoot. Ja, want ik begrijp dat 0% tarief, dat is al enige jaren geleden ingezet. Hè? En vooral vanuit lobby, vanuit bepaalde merken die dat wilden. En dat jullie daar een minder actieve rol in gespeeld hebben. Klopt dat? Nou, dat is niet helemaal waar. Uiteindelijk heeft de overheid en met name het ministerie van Financiën begin dit jaar aangegeven dat ze autofiscaliteit willen gaan aanpassen. Daar hebben ze ons als brancheorganisatie ook direct bij betrokken. En dat geldt zowel voor onze rijvereniging als BOVAG, die de retailorganisaties vertegenwoordigt. Wij vertegenwoordigen de industrie. Vanuit die ontwikkeling hebben zij ons informatie gevraagd, hoe wij aankijken tegen autofiscaliteit op langere termijn. Daar hebben wij uiteraard ook met onze achterban over gesproken, onze leden, de importeurs in Nederland. En er is ook een document uitgekomen wat uiteindelijk onze basis is voor onze lobby op dit moment. Ten aanzien van dit punt is het ook heel erg helder. Wij zijn grote voorstander van 0% voor alle auto's die minder dan 50 gram uitstoten. Ja, want dat is ook nog weer een discussie. Je hebt bepaalde leden die een puur elektrische auto hebben, die zeggen nou, een elektrische auto is 0%, maar dan moeten die plug-in hybrides, die wel wat uitstoten, maar toch onder 49 gram zitten, die moeten dan 7% krijgen. Hoe staan jullie daarin? Ja, ik kan me voorstellen dat iemand daar op die manier tegen aankijkt. Voor ons eigen belangrijkste uitgangspunt is het eigenlijk technologie onafhankelijk. Het belangrijkste uitgangspunt is voor ons dat we die 50 gram grens gaan halen. Dat is ook een Europese richtlijn waar het extra ondersteund wordt. Nou, op welke wijze men dat doet maakt ons niet zo heel erg veel uit. Maar die 50 gram is het kernpunt. Mm-hmm. Wat ons betreft dus alle auto's, zowel puur elektrisch die 0 gram hebben, als de plug-in hybrides. Of eventueel auto's met range extenders zoals die ook op de markt gaan komen. Zolang ze onder die 50 gram zitten, zijn wij groot voorstander van 0%. Dus altijd 0% zeg je? Altijd 0%. Ja, 17 november, dan is de stemming in de Tweede Kamer. Wat verwachten jullie daarvan? Ja, het is een beetje afwachten hoe nu het gaat ontwikkelen in de komende week. Wij verwachten eerlijk gezegd dat toch de Tweede Kamerleden, want daar komt het nu vandaan, tot inzicht komen dat hier toch sprake is van wat misverstanden. Er zijn op dit moment heel veel contacten met natuurlijk de Kamerleden en allerlei andere partijen. Niet alleen vanuit ons als rijvereniging, maar ook vanuit andere organisaties om de juiste argumenten aan te dragen om toch te gaan voor een 0% bijtelling voor deze auto's. Dus goede hoop? Ja, goede hoop, omdat er denk ik ook heel veel goede argumenten zijn. Uiteindelijk natuurlijk, als we elektrische mobiliteit in Nederland goed loskrijgen, snel een stuk volume kunnen krijgen in de markt, dan hebben we zowel de 0% auto's nodig als ook de auto's met range extenders, ook de plug-in hybrides. En dat geeft eerder volume in de markt. En dat volume is we nodig om ook de totale infrastructuur, denk aan laadpalen en dergelijke, op een goede manier geregeld te krijgen. Oké, Olaf, dankjewel. Graag gedaan. Deze week staat Autoweek Magazine volledig in het teken van het Saab-dossier, waarvoor Roland Tameling afreisde naar Trollhättan. En daar sprak hij ook met de directeur technische ontwikkeling en dat gesprek ging over de nieuwe 93. Volume was very important for General Motors. They had a business model when they said volume is number one. And with that model you sometimes were in situations saying that an hatch, would that really make sense? We don't see that we have that volume. And so somehow that put aside
maybe body styles and technical innovations that we thought would have been very good for Saab. Because suddenly the three-door hatchback or with the sloping roofline was gone, so all of a sudden, like we had with the first 9-3, for example. Do you think that is something that should return to get Saab back on track again? Yes, and it will return. Can you make us eager for the new 93? Of course I can. I can talk a little bit about what you're going to see in that car. We're going to have some very interesting technologies. You can start, if you like to drive cars to start with. It's going to be equipped with a very interesting all-wheel drive system. It's going to be an electrified rear axle and capable of extremely good torque vectoring and the traction control, of course. So that's going to enhance your driving. We tried it out on ice and on racetracks, and you become a Formula One driver with that car, because you have built so much intelligence into the system. So it helps you to make the bends and the curves. So it's controlled by the gas pedal, the steering angle, and a few other things and sensors in the car. The fact is, when we compared it to other mechanical systems and other cars, you could drive it on an icy, totally icy track. So is it like the hybrid 4 system that Peugeot uses right now? This is a new, unique Saab technology that we are developing together with American Axle. And furthermore? Furthermore, we're going to have an infotainment open type of platform. So you can easily, you could roughly translate it that we're going to have an iPhone in the car. So you can always download your latest map for helping you in the traffic, or you can have radio stations or whatever. You can be online while you are driving. And when will this be in the shops? Can you make any prediction? We usually don't talk about when we're going to have the launch, but I would say... Usually, but this is other week. Yeah. in the time frame of late 13. De Tokyo Motor Show komt weer aan. En dat betekent dat de komende weken veel Japans autonieuws te bewonderen is op deze site. Dit is bijvoorbeeld de nieuwe Subaru Impreza. Een auto die in de loop van 2012 ook in Nederland te bewonderen zal zijn. We begonnen deze aflevering met Mercedes en we eindigen er ook mee. Dit is namelijk de nieuwe SL. En die heeft nog maar heel weinig camouflage aan. En dat betekent dat we binnen nu en een paar weken de eerste foto's van de geheel nieuwe generatie SL mogen bewonderen. En reken erop dat je die als eerste op deze site kunt zien. Tot zover het Autoweekjournaal van donderdag 10 november. En morgen ook kijken, want dan komt de Audi R8 GT Spider online. Een hele heftige video van een hele heftige auto. Kijken dus!